Ja, ik rammel even door, want we moeten naar de voorbeschouwing van de wedstrijd. Ja, al. Inderdaad. Half 7 weer aftrap, lekker vroeg. Haha, hoe? Maar ja, wie er maar uit, hè? Ha, is hij er weer? Ja, ja. Ah, prima. Ja, hij is hersteld. Ja, was, beter dan Simon Mulder. Was geen slechte scheids, hè? Dat slechte kan niet. Moet toch, zelfs hier zijn we al tevreden mee. Ja, nee. Ja. Hey, jammer dat we nog geen Nostradamus. Nee, we hebben helaas geen tijd. We kunnen geen plaat meer draaien. We hebben nog wel. Jammer voor blessures en dat. Ja, Toko is er nog niet bij. Koch niet. Jongen. En wie is er nog meer niet bij? Ja, onze Arno Verschuren. Arno. En Hamouts, die is er inderdaad ook niet bij. Zo, niet, Hamouts. Maar die zou na de winter weer aansluiten. Nou, dan gaan we naar de voorspellingen, heren. Leon. In het eindstand, in de tussenstand is niks veranderd. Ik sta nog steeds bovenaan, wil ik weer gezegd hebben. Dank je wel. En ik ga zeggen, NAC Utrecht, 1-1. Deze. Marcel. Zal ik 2-1? Marcel doet 2-1. Mag ik dan al nu al roepen? Ja, dan mag ik. Dan maak ik er... ik doe gewoon 2-0. Huppakee. Oh, ja, de nul. Jouw ik waarschijnlijk. Nee. Ben je daar ook weer niet mee, maar ja. Ja. Je weet het nooit, hè. Ben ik niet op goal, hè? Dus hebben we de ander al binnen of dat... Nee, ga ik nou vragen. Oké. Hadden we trouwens ook gezegd dat er komende zaterdag ook papieren ratten te verkrijgen is? Bij de hoeken. Ja, bij de hoeken. NAKPRAAT wordt iedere week samengesteld en gepresenteerd door Marcel van S. en Leon Dekkers. Technische ondersteuning verzorgd door Robert-Jan van het Veld en Sander Waasdorp. NAKPRAAT, jouw NAKnieuws. Elke donderdag op Breda Nu.